sta hier bij de GGD in de locatie in Doetinchem, waar ik vandaag kennis ga maken met twee wel hele bijzondere jongens die iets heel tofs gaan doen. Zij gaan namelijk met een hele kleine Fiat 500 een behoorlijke reis maken van Ruurlo tot aan Dakar. Ja, en hier staat de auto al. De jongens zitten al binnen te wachten en ze gaan vandaag hun laatste inentingen halen. En we gaan eens even kijken hoe dat er aan toe gaat. Heel spannend toen heb ik. We gaan met een Fiat 500 naar Afrika. Ruurlo Dakar. Hoe is dat idee hier te staan? 3 jaar geleden ben ik op reis geweest naar Azië. En daar heb ik een heel mooi boek gelezen. En toen ben ik een beetje gek geworden van het reizen. Toen dacht ik van, dan kunnen we ook een keer met een Fiat 500 naar Afrika doen. Ja, wat is dan de reden dat jullie hier bij de GGD beland zijn? Nou, we moeten natuurlijk een aantal inentingen hebben. Ja. Proberen dat ze doen de ziektes en risico's. Als het goed is, Marieke jullie ophalen om even in de spreekkamer dus laatste spuit te zitten. Nou, goedemiddag weer. Dankjewel. Dan gaan we de laatste radius geven. Neem plaats, ga ik hem gelijk pakken. Helemaal goed. Hebben jullie nog praten? Nou, ik geloof dat wij alles hebben. Dankjewel. Het vaccineren zit erop. De reis gaat nu toch echt bijna beginnen. Ik zou zeggen heel veel succes jongens. Ja, super. Zet hem op. Dankjewel. Dankjewel. Ik vind het knap hoor. Zo'n autootje en dan helemaal naar Dakar. Tot ziens.